Hij doet het hoor. Allemaal heel hartelijk welkom hier in Bergsedoek bij de wedstrijd BVCB 1 tegen Zuidland 1. De tweede klasse D, het niveau waarop niet alles in één keer goed gaat, maar wel plek voor de liefhebber is. Robert Verbeek, Rob Jacobs en Geert Meijer zijn de trainer. Coaches die een hoger niveau gewend zijn. Net als Aad Andriessen en Jan Eversen. Eversen is coach bij BVCB, Andriessen bij Zuidland. Het is wel leuk als je jongens zoals Robert Verbeek en Aad Andriessen en nou Rob die liggen nou in het ziekenhuis. Het is wel leuk als je in 2D zit en je ziet al die oude gasten terug. Dat is wel grappig natuurlijk. Is het toch een onderlinge competitie een beetje of niet? Tuurlijk, je wil altijd winnen natuurlijk. Eversen en Andriessen. Ze hadden om verschillende redenen niet gedacht ooit nog op het veld als trainer te staan. In feite was ik al gestopt. En, omdat ik ook met andere dingen bezig ben. Maar die vangen pas later aan. Dus ik kreeg wat meer tijd. En toen heb ik gezegd, nou, oké, ik wil het wel doen. Want ik heb hier 10, 11 jaar rondgelopen. Ook nog jeugd getraind, jeugdcoördinator geweest. En zij zaten ineens om handen. Dus ik ben het gewoon gaan doen. Stop hier nu. Kijk daar zo. Derde bal. Hoppa. Bij Andriessen is de reden ernstiger. In 2012 moet hij stoppen door een herseninfarct. Ik kon helemaal niet meer praten, ik kon helemaal niet meer schrijven. Ik moest alles weer helemaal leren. En ik heb gevraagd ook op een gegeven moment in het ziekenhuis wat zijn de doelstellingen, wat kan, hè, wat kan je niet. Ja, dan houdt het ook in dat je een bepaalde mentaliteit moet hebben. Van als zij zeggen van het is misschien 80% dat je terug kan komen. Ja, dan moet je gewoon voor 85 willen gaan. En dat heb ik proberen te doen. En daarom denk ik ook wel dat ik weer een beetje beter aan het praten ben gegaan. Ik heb tegen iedereen heel duidelijk aangegeven wat ik heb gehad. Daar hoef je geen doekjes om te wenden. Hè. En iedereen moet ook weten dat als er een keertje iets is, dat ze me niet goed kunnen verstaan of wat dan ook. Zeg het, blijf niet meelopen. Ik vind het veel erger als ze achter mijn rug iets zeggen. Als dat ze tegen mij zeggen, dan is het veel makkelijker. Nou, en tot op heden heb ik daar nooit een woord over gehoord. Dus in mijn ogen gaat het goed. En in de tweede klasse hebben ze aan plezier geen gebrek. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, zij zijn de eerste geweest die mij belden. Daarna zijn er nog een paar geweest, maar zij waren de eerste en ik ben heel blij dat zij dat hebben gedaan. Dus dan vind ik ook dat je eerlijk en open moet zijn en ik hou niet van als hij A zegt en dan B mee gaan doen. Eerst goed dit afmaken en dan gaan we wel weer verder kijken wat er eventueel in het verschiet zit. Weet je wat er met betaald voetbalorganisaties is? Bij de top kom je niet, hè, want ja... Ach, ja, daar zitten dan wel wat te veel haken en ogen voor die mensen als ze mij in dienst nemen. En ze gaan wel beter voetballen, maar er zitten andere dingen bij die dat ze met allemaal vlekken in de nek lopen. Dus ze bang zijn wat ik wel ga zeggen. Maar het punt is dat waar je dan wel terecht zou kunnen komen in betaalde voetbal, die hebben geen mogelijkheden. En dan zit je bij een eerste divisieclub waar je niks kan. Nou, dan zit ik liever hier. He, begrijp je wat ik bedoel? Dan heb ik veel minder stress, veel minder gezeik aan je hoofd. En je hebt een groep die gewoon graag wil. Dus nee, dat is voor mij geen enkele optie meer betaald voetbal. De wedstrijd eindigt in een doelpuntloos gelijkspel, waardoor BVCB de winterstop ingaat als nummer 2 en Zuidland als nummer 7. Zie je hem al in de uitwedstrijd? Ja, zo is het. Oké. Tot ziens. Oké, jongens. Waar gaat? Doei.